tijd geleden deed ik een oproep op NAM. Wie zin had om thuis eens lekker te aperitieven met Leffe, mocht zich kandidaat stellen. En dat gebeurde massaal. Dus doorkruis ik het land om bij mensen thuis aangepaste hapjes te maken. Vandaag heb ik afspraak met Chris en Astrid voor een ronduit feestelijk aperitief. Wij zijn Chris en Astrid. Wij wonen hier in Heikruis. Ik ben onderwijzeres. En ik ben advocaat. En de reden waarom we meedoen is dat we graag met vrienden samen zijn en graag aperitieven. Ik vind dat verrassend, ja, die nieuwe combinaties met bier. Dat zijn we niet gewoon. Als we een diner doen, dan is dat traditioneel met wijn. Maar als het op restaurants voorgesteld wordt om bier met kaas te gaan combineren, bijvoorbeeld, vind ik dat meestal een toffe combinatie. En ben ik blij dat ik iets nieuws heb bijgeleerd. Vis, daar verwacht ik het helemaal niet van, dat je daar bier bij gaat drinken. Ik kan me bij andere zaken wel eens voorstellen dat je bier drinkt. En ik ben wel eens benieuwd om te weten wat dat is om te aperitieven met bier. We zijn dat niet gewoon. Dag Chris. Dag Kenny. Alles goed? Absoluut. We hebben hier vandaag enkele leuke zaken bij. We hebben een heel lekker biertje bij, onze Leffe Royal. En zoals de naam Royal het al zegt, het is een koninklijk bier. Dus we gaan dat gebruiken voor feestelijke gelegenheden. En daar gaan we ook enkele feestelijke hapjes bij klaarmaken. We hebben gekozen om iets te doen met een oestertje. We gaan ook grijze garnaaltjes gebruiken. We gaan een espuma van gin klaarmaken. We zitten uiteraard volop in het seizoen van de bospannenstoelen, dus we hebben een lekker eekhoorntjesbrood bij om een soort van pain perdu van eekhoorntjesbrood klaar te maken. Dus jij gaat vandaag niet zoveel moeten doen in de keuken. Ik ga al het werk voor u doen. Ik doe nooit veel in de keuken. Ik stel voor, laat mij even doen in de keuken en ik zorg ervoor dat jij en je genodigde strak een leuke feestelijke aperitief gaan kunnen hebben. Ik ben echt benieuwd, want ik kan me iets voorstellen met bier en eekhoorntjesbrood, maar bier en oesters, dat is nieuw voor mij, dus ik ben echt benieuwd. Je gaat straks proeven, dat is top. Allee, ik hoop dat je alles vindt en tot straks. Tot straks. Ons eerste hapje zal zijn de oestertjes. En we gaan die vandaag bereiden met een espuma van gin, Belgische gin, en een komkommertje dat een beetje gemarineerd is in citroensap en olijfolie. We gaan onze espuma bereiden. Dus we hebben hier 10 centiliter melk en 20 centiliter room dat we samen gaan opwarmen met 1 eigeel. En nu gaan we dat even kort aan de kook brengen. Het is belangrijk dat we er even met een klopper blijven in roeren, zodanig dat ons eigeel niet tot een omelet gaat omkeren. Nu, terwijl dat onze massa nog warm is, gaan we onze gelatine eraan toevoegen. Nu gaan we dat in een kommetje gieten om af te koelen in de koelkast. Eenmaal dat het is afgekoeld, kunnen we daar onze gin aan toevoegen. Volgende fase voor onze oester. We gaan bolletjes maken van komkommer, die we dan nadien met een beetje olijfolie en citroensap gaan marineren. En dat zijn eigenlijk olijfolie en citroensap, twee ideale ingrediënten die perfect kunnen gecombineerd worden met onze Leffe Royal. Want uiteraard, citrus is een van de hoofdaroma's die aanwezig is in onze Leffe Royal. Onze Leffe Royal is een bier dat verkregen is door 3 verschillende soorten hop toe te voegen tijdens het bebrouwproces. Er is 1 soort hop die eigenlijk verantwoordelijk is voor de frisse aroma's, zoals de citrus, die perfect gaat matchen met ons citroensap. En dan 2 soorten hop die ervoor zorgen dat er een uitgebalanceerde bitterheid is in onze Leffe Royal. Daarom is eigenlijk onze Leffe Royal ook zo'n perfect een aperitief, dat is door het bittere accent dat dat bier geeft. En dat gaan we nu een uurtje laten marineren in de koelkast. Nu gaan we beginnen met ons tweede aperitiefhapje. We gaan iets doen met eekhoorntjesbrood. We hebben hier een paar mooie stukjes eekhoorntjesbrood. Die gaan we eerst een beetje opkuisen en spoelen. Heel belangrijk, heel kort. De grootste vijand van een champignon, dat is water. Ons eekhoorntjesbrood ligt nu mooi open op een handdoek om te drogen. En dan gaan we beginnen met
ons briochebrood te snijden. Ik heb bij mij in de buurt de luxe van een topbakker te hebben. Die heeft voor mij een briochebrood gebakken, samen met parmesan en chorizo. Dus om een beetje power aan het gerechtje te geven. Om ons eekhoorntjesbrood een beetje extra smaak te geven, gaan we tijdens het bakproces er een beetje fijn gesneden shallot en op het laatste van het bakproces fijn gesneden peterselie aan toevoegen. Er zijn weinig mensen die dat weten, maar peterselie is uiteindelijk het enige kruid dat kan fijn gehakt worden. Alle andere kruiden, denk maar aan citroenmelisse, dragon en ga zo maar verder, dat zijn kruiden die we moeten fijn snijden en niet hakken. Nu gaan we aan het volgende en ook het laatste aperitief hapje beginnen. En we gaan hier met een heel fijn product gaan werken. We gaan hier met Zeebrugse garnalen gaan werken. Onze Leffe Royale is een ideaal biertje om met verfijnde ingrediënten te gaan combineren. En dat gaan we vandaag ook doen. We gaan het heel simpel houden. Vrij naturel. We gaan onze garnaaltjes uiteraard zelf pellen. Dat is nog altijd het beste. En die gaan we daarna heel, heel kort opbakken met een beetje curry. Op het laatste gaan we daar een lepelje yoghurt aan toevoegen. Nu de espuma, waar we uiteindelijk mee begonnen zijn, die is ondertussen perfect afgekoeld. Het enige wat we daar nog moeten aan doen, is hem even opkruiden met uiteraard onze gin. We gaan daar dan een beetje citroensap aan toevoegen. En peper en zout. En die gaan we in onze espuma-fles doen. En daar gaan we één gasbommetje op steken. Als je een gasbommetje op een espuma-fles doet, je fles omgekeerd houden. Het laatste wat we nu nog moeten doen in onze voorbereiding, dat zijn ons oestertjes opensteken. We hebben hier een handdoekje klaar liggen. En een oestermes. Nu, er zijn verschillende methodes om een oester open te doen. Eén daarvan, je gaat zo in het sluitpunt van de oester. Je steekt de oestermes er zo diep mogelijk in en dan eigenlijk gaat het de beweging maken, precies of je ze met een brommer aan het rijden. Voilà. En daarna steek die kort open en je houdt je snijvlak tegen de onderkant van de bovenste schelp, dus van de platte schelp, zodanig dat we de oester zeker en vast niet gaan beschadigen. Voilà, en dan hebben we dit. We gaan nu ons tweede gerechtje beginnen afwerken. Eerst en vooral ons eekhoorntjesbrood gaan we bakken. Alsook gaan we tegelijkertijd onze pijnperdus aanbakken. Dus we gaan die wat instrijken met wat eigeel, dat opgekraad is met peper en zout. Nu dat eenmaal onze champignons mooi goudbruin beginnen te kleuren, gaan we daar wat van onze shallotjes, onze fijn gesneden shallotjes, aan toevoegen. Als ook een klein klontje boter. En nu gaan we daar ook een beetje peper en zout aan toevoegen. Nu gaan we eigenlijk eerst een heel klein beetje van onze curry opwarmen in olijfolie. Waarom doen we dat? Dat is eigenlijk om al die aroma's, al die smaken eruit te halen. Want door de hitte van die olie gaan al die smaken en die aroma's loskomen. En garnaaltjes erin en heel kort. Voilà. Meer dan dat heeft dat niet nodig. Fijn gesneden jonge aderbei. En we gaan dan nu met een lepeltje yoghurt gaan mengen.
En nu gaan we beginnen dresseren. Chris zei mij daar straks, de combinatie oester of schaal- en schelpdieren met bier, dat lijkt mij eigenlijk niet zo voor de hand liggend, maar het is eigenlijk een perfecte combinatie. De combinatie met de Leffe Royale, de subtiliteit dat bier bezit, zo dadelijk ga je dat ondervinden, dat is allemaal mooi op elkaar afgestemd. Want schaal- en schelpdieren, wat hebben die nodig? Dat is finesse en iets subtiel. En dat is alles wat de Leffe Royale ook in huis heeft. Dus ik stel voor, degusteer ervan, geniet ervan en eet smakelijk. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dank super lekker. Dat verbaast me nu echt. Ja. Ja. Heerlijk lekker. Dat kost lekker. Gaan we met die schaal doen? Zet je terug op dit schaal? Ja, misschien ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik heb zo'n beetje dat pikante wat op je tong zit en ik denk dat dat... Ik dacht dat je die garnaaltjes in de ging proeven, maar dat proeft je perfect. Ja. En dat bier blust dat zo'n beetje. Super lekker, zeg. Ja, heel lekker. Opnieuw? Super. Er zit hier een beetje zest in, hè? Ja, misschien ja. Ik heb Chris er kunnen van overtuigen dat oesters en Leffe Royale een perfecte combinatie zijn. Dus ik stel voor dat jullie thuis ook gaan experimenteren. School.